mijn stem is opgewarmd. Dag allemaal, ik ben Ann. En het instrument dat ik voorstel is de menselijke stem. Hoezo is de menselijke stem een instrument? Jazeker! Ter hoogte van de keel hebben we twee stembanden. Twee piepkleine snaartjes die door onze adem te trillen worden gebracht. Eigenlijk heeft iedereen een snaar en een blaasinstrument in zijn eigen lichaam. Tijdens onze lessen gaan we allerlei leuke experimentjes uithalen. Hoe kunnen we de stem helder krijgen? Hoe kunnen we hoger zingen of dieper? Hoe kunnen we de kwaliteit van onze stem verbeteren? Dat zijn oefeningen die we doen. We doen bijvoorbeeld ook ademhalingsoefeningen en houdingsoefeningen. En dan gaan we zingen. Daarvoor komen we natuurlijk naar deze klas. Liederen, Disney-liedjes, liederen uit musicals, kleine popliedjes, volksliedjes. We zingen vaak in het Engels. En ik weet dat kinderen al heel vroeg, je zangers kunnen al heel vroeg in het Engels zingen. Dus dat valt allemaal heel goed mee. Als we een lied heel goed kunnen, gaan we over tot acteren. Zingen vanuit ons hart. We proberen wat mimiek te geven, misschien wat gebaren met de handen. Dan gaan we zingen voor elkaar en we geven kleine concertjes. Zingen vanuit ons hart. Zingen is leuk, zingen is goddelijk, is magisch. Kom jij ook binnenkort naar deze klas?